Welkom bij een korte film over het project van Hogendorpstraat en omstreken. De komende minuten krijgt u de plannen te horen die de gemeente Schiedam heeft voor uw wijk. Aan het woord komen de wethouder, de projectleider, de wijkregisseur en de landschapsarchitect. Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier. Hallo, mijn naam is Darius Spencer. Ik ben de wijkregisseur van de wijk Nieuwland. Als wijkregisseur ben je een schakel tussen bewoners, collega-ambtenaren, wijkprofessionals, bijvoorbeeld wijkagent en jongerenwerkers, en de politiek. Een deel van u kent mij waarschijnlijk ook vanuit het wijkoverleg, dat ik 5 keer per jaar organiseer. De wijk van Hogendorpstraat en omgeving wordt nu aangepakt. De komende jaren gaan wij samen met u de wijk opnieuw inrichten. Ik kijk er naar uit. U ook? Mijn collega Sandra de Vet vertelt u hier meer over. Beste bewoners, mijn naam is Sandra de Vet, projectleider bij de gemeente Schiedam. Zoals u ziet, sta ik in uw wijk. Het komende jaar gaat het projectteam samen met u de wijk van Hogendorpstraat en omstreken herinrichten. Dit houdt in het opogen van de wijk, het opnieuw inrichten van het openbaar gebied en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Wij willen dit heel graag samen met u doen. Achter de schermen zijn wij al enige tijd bezig met de voorbereidingen van dit project en voeren wij gesprekken met onze belanghebbenden zoals WoonPlus en Irado. Diverse onderzoeken zijn reeds uitgevoerd en in de komende tijd volgen er meer. Samen met u willen wij de wijk weer toekomstbestendig maken. Ingenieursbureau Witteveen en Bos heeft de opdracht gekregen om het ontwerp voor de wijk te maken. Stijn Tijhuis van dit bureau vertelt u hier meer over. Goedendag, mijn naam is Stijn Tijhuis. Ik ben landschapsarchitect en ontwerper van de buitenruimte in de Van Hogendorpstraat en omgeving. Ik werk voor advies- en ingenieursbureau Witveen en Bos in opdracht van de gemeente Schiedam. Samen met u en met de gemeente denk ik na over hoe de straat eruit komt te zien, hoe wandelroutes lopen, hoe we speelplaatsen inrichten. Mijn ontwerp moet aansluiten bij hoe u de ruimte wil gebruiken. Daarom zijn uw wensen en ideeën echt van waarde voor het ontwerp van de wijk. Daarnaast hopen we dat bewoners aansluiten bij de klankbordgroep. Met de klankbordgroep bespreken we specifieke locaties in de wijk. De groep komt enkele keren samen tijdens het project. Heeft u interesse? Laat het weten via de website. Dan zie ik u binnenkort. Hoi, mijn naam is Jeroen Ooyevaar. Ik ben de verantwoordelijk wethouder voor het project in de Van Hogendorpstraat en omgeving Spieringshoek. In dit project willen we graag samen met u de inrichting van de openbare ruimte ontwerpen. Hiermee maken we de wijk nog fijner om te wonen. Door het coronavirus kunnen we niet op de reguliere wijze naar u toe komen om te inventariseren wat uw wensen zijn voor de wijk. Maar elk probleem biedt ook kansen. We bieden u een nieuwe digitale manier om de inrichting van de wijk met u te bespreken. U kunt zich hierbij richten op heel specifieke onderdelen van de wijk. Dus heeft u bijvoorbeeld wensen om de speelvoorzieningen anders in te richten? Of heeft u ideeën over het bomencarré aan de Van Hogendorpstraat? Laat het ons weten. U kunt ook zelf bijdragen aan de verdere verduurzaming van de wijk. De gemeente Schiedam heeft bijvoorbeeld een stimuleringsregeling voor het beter opvangen en bergen van regenwater in tuinen. Kijk daarvoor op www.schiedam.nl/waterklaar. Ook zijn er manieren om energiebesparende maatregelen te stimuleren en neem daarvoor vooral contact op met het servicepunt woningverbetering van de gemeente Schiedam. Ik ben heel benieuwd naar uw inbreng in de digitale participatie. Samen met u gaan we aan de slag om de Van Hogendorpstraat en omgeving klaar te maken voor de toekomst.